aan de kijkers uit Hoogsoeren die sinds Je bouwde het liefste muurtje om haar heen. Je wilt zo graag haar jeugd bewaren en haar veel verdriet besparen. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Wat hij bij jou vond en nu nog vindt, dat draag ik nu over op mijn kom toch terug bij mij. Hey, ik wil weten wat je denkt, of je mij al liefde schenkt. Maar wat ik wil. Hey, ik wil dat je op me wacht, want ik droom maar stelke nacht van ons tweeën. Dat het vaak goed deels van onze eigen inspanningen afhangt of er iets van onze toekomstplannen, goede voornemens, terechtkomt. Nu ik in de gelegenheid word gesteld een korte nieuwjaarstoespraak uit te spreken, wil ik u allen een voorspoedig 1987 toewensen en daaraan de wens verbinden, de bede, dat u de gezondheid, de energie zult ervaren om al datgene wat u zich voor 1987 hebt voorgenomen of datgene wat van u verwacht mocht worden, te doen. Mogen het de gemeente Apeldoorn en haar bevolking in 1987 goed gaan. Als een meer persoonlijke noot wil ik hier graag aan toevoegen dat mijn vrouw en ik, dat wij ons bij u in Apeldoorn thuis voelen. Velen van u zijn ons bijzonder prettig tegemoet getreden. Hartelijk dank daarvoor. En tenslotte, morgen houdt het college van burgemeester en wethouders van 17:30 de nieuwjaarsontmoeting. Iedereen is daarbij welkom en ik hoop daar velen te ontmoeten. Graag tot ziens. Wij sluiten ons graag aan bij de nieuwjaarswens van de burgemeester. Namens het bestuur van de Stichting Omroep Apeldoorn en alle medewerkers wens ik u een in alle opzichten voorspoedig 1987. En wilt u morgen naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, dan moet u in de trouw- en vergaderzalen van het raadhuis wezen. Vandaag brengen wij u onder meer wethouder Bos over nieuwe woningen in onze gemeente en over de eventuele bouw van een nieuw stadskantoor. De legendarische Vets Domino komt naar Apeldoorn. Gevels in de binnenstad. Je let er bijna nooit op, maar ze zijn het bekijken meer dan waard. Maar allereerst Vets Domino. 20 maart, dan moet het gaan gebeuren. Ja, een groot spektakel in Apeldoorn. Ja, rond Vets. Vets Domino, dat is echt jeugdsentiment. Dat kan je wel stellen. De man draait nu, ik denk zo'n 30, 35 jaar mee. Dus het is voor velen een jeugdsentiment, ja. Het is eigenlijk uniek dat een ster van wereldformaat, want dat is Vets Domino nog altijd, naar Apeldoorn komt. Ja, dat is nog een oud contact van mij uit de jaren 60, toen ik zelf in de muziek actief was. En dat contact is altijd gebleven. Hij nodigde me uit voor een optreden rond Vets in het noorden van het land. Ik was zo onder de indruk van dat optreden dat ik zei, nou, die man die zou ik ook graag naar Apeldoorn willen halen. Hij zei, nou, als de gelegenheid zich voordoet, dan bied ik je hem aan. Nou, dat gebeurde al sneller als verwacht. Hij maakt een Europese tour en doet dus Apeldoorn aan. Want ik denk dat Apeldoorn wel qua accommodatie de kleinste plaats is die Vets aandoet. Ja, dus inderdaad. Het is niet gebruikelijk dat hij voor zalen speelt waar 1750 mensen in kunnen. Het moet altijd eigenlijk wel het veelvoud daarvan. Maar ja, goed, de relatie, hè? Mis jij nou bijvoorbeeld zoiets als een evenementenhal die we hier nog niet hebben, die nu momenteel gebouwd wordt?
Ja, dit geeft nogmaals eigenlijk hier duidelijk aan het tekort in Apeldoorn, een stad met 140.000 inwoners, dat een dergelijke accommodatie er niet is en dat het zeer snel moet komen. Enfin, er wordt aan gewerkt. Vets Domino in Orpheus, was dat niks geweest? Nou, qua niveau natuurlijk is dat de juiste plaats voor de man. Maar ja, 826 mensen kunnen er in Orpheus. En dat zou betekenen dat zo'n entreekaart ver boven de 100 gulden komt te liggen. En het punt is dat toch een Vets Domino voor een breed publiek zijn fans vindt. En dat vind ik, met boven de 100 gulden kan je niet iedereen bereiken. De voorverkoop van de kaarten start zo'n beetje 19 januari, dacht ik. Ja. Wat gaan de prijzen worden? Ja, mijn tribuneplaats kost 45 gulden. En een logeplaats, stoelen dus vooraan bij het podium, komen op 60 gulden. 20 maart in de Matenhal. Is die accommodatie daar geschikt voor of kunnen jullie hem zo maken dat hij daar geschikt voor wordt? Ja, we krijgen dus een tribune van rond de 1300, 1400 mensen op kunnen. En dan nog daarvoor stoelen voor die logeplaatsen. Een podium, ja, we moeten alles erin bouwen. Ik denk, en daar gok ik een beetje op, dat het juist het sfeervolle is wat Vets Domino, wat een echte sfeermens is, aan zal spreken. Het compacte, het kleine geheel, waardoor de man nog een geweldige prestatie daar neer zal leggen. Vets Domino, 20 maart in de Matenhal. Denk je dat de zaal snel uitverkocht zal zijn? Ja, als de geluiden mag horen en ook de reacties nu al door de telefoon, dan, en zoals je al zei, 19 januari begint die voorverkoop. Is de vraag nu al zo gigantisch naar kaarten. Ik verwacht dat het snel uitverkocht zal zijn. En waarbij ik nog moet zeggen dat we het echte reclame afstemmen hier op de regio. Maar er is natuurlijk erg veel belangstelling ook vanuit het Westen voor dat optreden hier. Maar daar timmen we niet mee aan de weg. Het is echt de bedoeling dat het een Apeldoorns evenement ook gaat worden. Ja, precies. Ja, exact. Dat het een uniek evenement wordt, is zeker. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de kantoren van de Apeldoornse Courant. Sinds 1975 is het aantal horecabedrijven in de binnenstad verdubbeld. Er zijn vooral veel restaurants en eethuisjes bijgekomen, maar ook de nodige bars en discotheken. De gemeente wil het horecagebeuren in het centrum van Apeldoorn concentreren op twee plaatsen. Het noordelijk en het zuidelijk gedeelte van de Hoofdstraat. Een en ander in het kader van het bijstellen van de zogenaamde evenementennota. U hoort hierover wethouder Buizert van Milieuzaken. Ik hoop dat we toch zo snel mogelijk die herijkte evenementennota op tafel kunnen hebben. Want dat zou betekenen dat we ook in de zomermaanden daar al wat mee kunnen doen. En ik heb u al gezegd, het gaat dus niet alleen om de horeca-inrichtingen, maar het gaat ook duidelijk om evenementen. Let op het Marktplein, let op het Raadhuisplein. Het is bekend dat Rome met zijn Café de Paris ook al een tijd lang vraagt om wat nieuwe richtlijnen. Nou, we willen op het Marktplein wat meer gaan doen. Als je daar wat wilt gaan doen, dan zul je ook met die geluidshinderregelingen met wat nieuws en wat adequaats op tafel moeten komen. Denk bijvoorbeeld aan een festival als Jazz in the Woods, maar ook een Caribbean Night op het Stationsplein. Daarvoor is het van belang dat er een actuele evenementennota op tafel ligt. Dus wat mij betreft zo snel mogelijk. Maar goed, ik kan niet alles garanderen, want er zijn ook ambtenaren die daar aan moeten werken. En op gezette tijden staat je dan toch weer op wat onverwachte problemen. Dit is nou de bekende geluidsmeter voor het meten van geluidsoverlast en geluiden vanuit onder andere de horeca. Dit is de meter die wij daarvoor hanteren. Heel eenvoudig metertje, geschikt voor wat minder opvallend te hanteren. Want u kunt zich voorstellen, als wij met een koffer vol meetapparatuur geluidoverlast moeten meten, dat gewoon niet functioneert. De meter werkt heel simpel, u kunt het zien. Lampie gaat aan, lampie springt naar boven. We hebben hier nu net een passerende karretje. Hij veroorzaakt hier een geluidniveau van 60 dBA ongeveer. De muziek speelt zich als die zich in dit traject afspeelt. En u kunt dat hier buiten horen. Dan zit u duidelijk in het risicogebied.
Zijn dat nou erg strenge eisen? De eisen die wij stellen aan dit soort gelegenheden zijn afgestemd op de omgeving. De omgeving, als dat een drukke verkeersweg is, dan zal dat verkeer bepalen aan welke eisen zo'n inrichting moet voldoen. Als dat bijvoorbeeld de rustige achterzijde is, ja, dan zal de exploitant rekening moeten houden met de rust die daar heerst. En daar zijn dan de eisen op afgestemd. En als de exploitant te veel geluidsoverlast maakt, dan betekent het dat de grote wagen eraan te pas gaat komen? Dan betekent het dat wij de exploitant adviseren om een akoestisch adviseur in de arm te nemen, waarbij wij assistentie verlenen eventueel met onze geluidwagen, met de nodige apparatuur die daarin beschikbaar is. Wat wilt u nou de mensen adviseren die van plan zijn eventueel een zaak te gaan starten in dat centrum? In eerste instantie tijdig bij de dienst Milieuhygiëne informeren naar de mogelijkheden die er zijn wat betreft die zaak. Wat is de omgeving? Aan welke eisen moet ik voldoen? Waar moet ik mijn adviezen halen die bouwtechnisch gericht zijn? U weet het, Radio Apeldoorn laat van zich horen op de 87.9. Maar sinds gisteren kunt u ook kijken naar de programma's. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 12 uur en iedere zondag tussen 3 en 17:15 bent u van harte welkom in de Raadskelder. Luisteraars, we hebben het vanmorgen gehad over de stelling: moet de binnenstad van Apeldoorn vrij zijn van auto's? Peter en Tineke, Tineke van 50PLUS, ook een radiomedewerkster. Wat vinden jullie van die stelling? Nou, als ik mag... Jij is Peter. Ja, nou, dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb er veel over gelezen. Ik denk dat het een hele slechte zaak is als men een binnenstad autovrij gaat maken. En waarom? Men ontvolkt de stad, men maakt het slecht voor de handel. Wat zeggen buitenlandse onderzoeken? De winkeliers verdwijnen naar de rand van de stad, naar industrieterreinen, omdat daar makkelijk geparkeerd kan worden. De criminaliteit neemt toe in de binnenstad. De binnenstad wordt onveiliger. En mensen laten zich niet dwingen. Als ik boodschappen wil gaan doen, dan wil ik ook graag dicht bij de winkel komen en met mijn spulletjes sjouwen. En als dat niet meer kan, dan zoek ik een plaats waar het wel kan. En ik denk dat het een hele slechte zaak is om een binnenstad auto-onvriendelijk te maken. Ja, ja, Peter, we krijgen net even een berichtje. Ik hoor dat jij net een bekeuring krijgt met je auto. Heb je jouw auto verkeerd geparkeerd? Ja, dat is dan een prima zaak, want ik ben dus in functie. Ik zit hier voor mijn werk en dat zal ik dan betalen. En dan moet Radio Apeldoorn die 35 euro betalen. Tja. Misschien is het toch beter om de binnenstad autovrij te maken. Met je neus in de lucht. Niet uit verwaandheid, maar om de gegevens in de binnenstad eens te bekijken. Amateurhistoricus Huub Ummels was hierbij onze gids. Huub, wij gaan vandaag eens oude gevels in Apeldoorn bekijken. Over welke stijlen en welke tijd praten we dan? Nou, in Apeldoorn praten we eigenlijk hoofdzakelijk nog over de periode. Zo tussen 1876 en 1910. Dan zijn toch wel de meeste gevels hier in de Hoofdstraat verschenen, gebouwd in die periode. We staan hier nu voor een vrij oud pand, hè? Dat is boven de zaak van Brenninkmeij. Wat je vrij oud, het is uit het begin van deze eeuw. Men noemt dat het eclecticisme. Een mengeling van stijlen, maar het belangrijkste accent, en daar zijn ook wel de aardigste panden in Apeldoorn, ligt toch wel op de Jugendstil. En dat is dit een voorbeeld van. En u hoeft maar te kijken naar die geglazuurde tegels met die bloemmotieven. Die zijn dus kenmerkend voor die periode. We staan hier voor een van de oudste panden van de Hoofdstraat. Het is van 1887. Het is ook altijd sigarenwinkel geweest. Het is een typisch mengeling ook weer van stijlen. Maar het belangrijkste accent ligt toch wel op de neorenaissance. Als je naar rechts gaat, dan zie je daar die dakkapellen met die voluten. En waar ik ook op wil wijzen, is het masker als sluitsteen boven de ramen van dit pand. Bij die erker, daar vind je weer zo'n cartouche, ook kenmerkend voor de renaissance, met daarop de tekst, en dat gaat nog steeds op, denk ik, geen beter gemak als eigen dak.
We staan nu op de Deventerstraat bij het pand van het Oude Huis. Wat kun je daarover vertellen? Nou, het is een pand wat je eerder in de middeleeuwse stad zou vermoeden dan in de binnenstad van Apeldoorn. Het is een zogenaamd vakwerkpand. Alleen jammer dat het vakwerkgedeelte boven is meegeschilderd in de kleur van de gevel. Ik zou ervoor willen pleiten dat men het ooit weer in de houtstructuur brengt. Welk gedeelte is dat, Huub? Dat is boven de topgevel van het gebouw. Het is altijd tapperij geweest. Hier op deze plek, Deventerstraat, Hoofdstraat, daar waren ook al in de middeleeuwen de tapperijen van Apeldoorn bij elkaar gegroepeerd. Het is ook altijd tapperij, ook hiervoor stond op deze plek een tapperij. Huub, we staan nu in een van de bekendste straatjes, in de Verkinsbergenstraat. Ja, niet alleen de bekendste, maar zeker ook het best bewaarde voorbeeld van stedelijke bebouwing in Apeldoorn van zo rond de eeuwwisseling. Je ziet ook hier weer die mengeling van stijlen. Vakwerkbouw, topgevels achter in de Van Kinsbergenstraat. En als je hier dus naar de Hoofdstraat toe komt, een prachtige pand van Fabrie de Jonge. Weer zo'n voorbeeld van neorenaissance. Ook met name als je dus naar die topgevels kijkt, de bekende trapgeveltjes zoals we die in de periode van de 16e en 17e eeuw hier hadden. Nou, deze leer- en bijouwinkel in de Van Kinsbergenstraat onder nummer 9 is ook weer een jugendstilpand. Je ziet ook hier weer in tegelmozaïek boven het jaartal. Het jaartal vind je overigens van bouw in verschillende gevels in de Hoofdstraat en in de aanpalende straten terug. Maar let ook eens op het tegelmozaïek bij de ingangspartij. Ook weer typisch zo'n kenmerk van die jugendstil, die bloemmotieven. Het is voor mij ook volkomen een verrassing, maar toch wel een leuke verrassing bij zo'n wandeling, dat je dan een pand ontdekt, een oud landgoed in feite, midden in Apeldoorn, maar dat nu verscholen is achter de bebouwing van de Hoofdstraat, dus achter de bonneterie. Ik heb het in mijn boek beschreven als afgebroken, niet beter wetende, en dat je dan tot een dergelijke ontdekking komt. Nou, het pand hier van de bonneterie is toch wel een bouwkundig gezien een van de meest interessante panden die we hier aan de Hoofdstraat hebben. Ook weer een mengeling van stijlen, neorenaissance, jugendstil met name. Als we naar boven kijken, dan zien we daar de neorenaissance topgevel. Daaronder de apen. Apen die in de middeleeuwen ook dienst deden als waterspugers op kathedralen, die je hier verwerkt ziet. Gaan we verder nog naar beneden, dan zien we weer jugendstil met het jaartal 1902. Daaronder weer jugendstil vensters, glas in loodramen met bloemmotieven. Die ronde lijnen die ook weer kenmerkend zijn voor de jugendstil. En gaan we nog verder naar beneden, dan ziet u onderaan die vensters ziet u weer de tegelmotieven met bloemmotieven. Dus. Nou, we staan hier voor de bakkerij van Vonk, al is de totale architectuur nou geen hoogtepunt. Maar er zitten toch leuke details aan, zoals links die gietijzeren kolom. Bij mij weten de enige hier op de Hoofdstraat. De Jugendstil vrouwenfiguur in de console daarboven. En dan is het ooit gebouwd als bakkerij en dat is het vandaag aan de dag nog. En je ziet dan ook weer hier in tegeltableau de attributen die dus de bakker gebruikte en misschien nog wel gebruikt. En dan wordt het afgesloten, het pand, wat gebouwd is in 1904, door de gestileerde Apeldoornse adelaar met sleutel. Huub, we staan nu in de Bakensteeg en we kijken tegen een huis aan in de Hoofdstraat, wat eigenlijk een beetje bepalend is voor Hoofdstraat Noord, hè? Het klopt. Het is namelijk een zogenaamd zichtpand. In die zin dat je van allerlei zichtlijnen vanuit de Hoofdstraat Noord, vanuit het zuidelijk gedeelte, maar ook vanuit de Bakensteeg, precies op dit pand kijkt. Want het ligt in een knik in de Hoofdstraat. Van oud naar nieuw. Apeldoorn is de afgelopen 25 jaar fors gegroeid. We wonen met 145.000 mensen bij elkaar en zijn daarmee de 10e stad van Nederland geworden. Steeds meer inwoners betekent alsmaar nieuwe huizen bouwen. En dat heeft Apeldoorn gedaan, jaar in, jaar uit. Vele duizenden woningen. Met pieken van ruim 2200 woningen in 1973, toen de wijk Zevenhuizen aan de beurt was. En nog eens meer dan 2000 woningen in 1980, toen de woningbouw in de Maten en de Bouwhof een ongekend hoogtepunt bereikte. Als je deze kaart van Apeldoorn uit 1978 vergelijkt met zo'nzelfde kaart uit 1985, kun je de ontwikkeling van de woningbouw goed zien. Overal waar de rode vlekken zwart worden, zijn weilanden en velden volgebouwd met huizen. En waar de rode vlekken verdwijnen, zoals in Beemte-Zuidbroek, zijn de woningbouwplannen voorlopig in de ijskast gezet. De laatste jaren staan de bouwcijfers vooral in de binnenstad.
het Kalverstraatgebied, Haven Noord, De Klomp. Gaan we nou de hele binnenstad volbouwen? Vroegen wij aan Herman Bos, wethouder voor bouwen en wonen. We zullen alleen daar bouwen waar echt nog gelegenheid is, zodat er ook nog een aantal groene plaatsen in het centrum, in het hart van Apeldoorn, overblijven. Als mensen door de Wilhelminus-Drukkenstraat rijden of over de Kalverstraat heen rijden, dan denken ze bijna, moet dat nou zo? Moeten die woningen zo dicht op elkaar staan? Ja, of het moet, dat is natuurlijk altijd een kwestie waar je heel lang over kunt discussiëren. We hebben wel ervoor gekozen om in het centrum van Apeldoorn een wat verstedelijkte bouw toe te passen. En dat betekent onder andere dat de woningen wat dichter op elkaar staan dan we vaak in Apeldoorn gewend zijn. Apeldoorn heeft de laatste tientallen jaren vrij veel nieuwe wijken gebouwd. Langzamerhand gaan we naar die binnenstad toe. Wat is eigenlijk de toekomst? Wat kan er in 1987 gebouwd gaan worden in Apeldoorn? We proberen ook in 1987 nog rond 1000 woningen in Apeldoorn te bouwen. Daarvan zullen er ongeveer 500 à 600 gesubsidieerd zijn en de rest in de vrije sectorsfeer. Daarvan zal een belangrijk deel gerealiseerd worden in de Brummelermarkt, dus ten zuiden van het station. We zullen nog bouwen langs de Wilhelmina-Drukkerstraat. En we zullen in de Maten een van de plekken die daar nog open is ten zuiden van het grote winkelcentrum volbouwen. Meneer Bos, het aantal woningen die in Apeldoorn gebouwd worden en ook dit jaar zullen gebeuren, is dat een teken dat het economisch nog steeds goed gaat met Apeldoorn? Het gaat goed met Apeldoorn. We zien dat we in staat zijn om die 1000 woningen ook werkelijk bewoond te krijgen. We hebben onder andere ook als uitgangspunt dat we bepaald niet moeten bouwen alleen om te bouwen, maar duidelijk aansluitend bij de behoeften. Die behoefte ontwikkelt zich overigens. Je ziet dat mensen in een bepaalde levensfase graag in een eengezinswoning willen bouwen. Daar moeten we dus ook aan voldoen. En daarnaast zie je mensen, naarmate ze wat ouder worden, toch ook de behoefte krijgen om zich in de binnenstad te vestigen. En we denken dat met de wijze van bouwen zoals we dat nu voor ogen hebben, dat dat daar heel goed bij kan aansluiten. Er zijn in Apeldoorn nog altijd zo'n 2.500 mensen die ingeschreven staan voor een woning. Wat is daar de toekomst van? Dat deze mensen binnen een afzienbare termijn, en dat varieert, laten we zeggen, tussen de 1 en 2 jaar, uitzicht hebben op een woning. Dat zal overigens dan niet de eengezinswoning zijn voor de meeste starters op de woningmarkt. Dat zal over het algemeen toch een vorm van etagebouw zijn. Maar het uitzicht is er bepaald dat ook die mensen op een gegeven ogenblik de beschikking kunnen krijgen over een eengezinswoning. Dan wel in de Maten, dan wel ook in het nieuwe gebied wat ontwikkeld gaat worden in 1988, Welgelegen Zuid. Jarenlang lag het er wat rommelig bij. Het Kalverstraatgebied tussen het spoor en de binnenstadswinkels. Kort geleden zijn daar, naast een paar kantoren, 417 nieuwe woningen gebouwd. Voor jongeren, voor ouderen en voor gezinnen. Hoe is dat nou, wonen in het hartje van de stad? Nou, dat bevalt ons prima hier zo. Ja. Centraal gelegen, in het centrum. Heeft u speciaal gekozen om in het centrum te wonen? Ja. Waarom? Ja. Nou, centraal liggen, vlakbij de stad. Mevrouw Burgers, er wordt in Apeldoorn gesproken dat dit het ghetto van Apeldoorn is. Vindt u dat zelf ook? Nee hoor, helemaal niet. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik heb altijd in het centrum gewoond. En ja, ik zou eigenlijk liever niets anders willen. Want ik heb hier het centrum dicht bij de hand. Het station dicht bij de hand. Alles dicht om me heen. Ik zit heel centraal. En van een ghetto, ja. De een vindt het zo. Het is een blokkendoos, geef ik toe. Maar ik vind het gewoon prima. Ik zit toch nog heel vrij. U bent moeder. Hoe is het om als moeder hier te wonen met één kind? Want kun je hier een beetje spelen met de kinderen? Nou, dat valt eigenlijk best wel tegen. Het is in de blokken, tussen de blokken liggen speelveldjes. En dat is wel een voordeel. Maar verder iets van een park wat je in Zuid hebt of in Zevenhuizen. Dat heb je hier niet. Dat heb je ook voor de hond. Zoals voor een hond kunnen wij, ja, je moet hem langs spoor uitlaten. Maar verder is er geen speelveldje. En dat zou ik eigenlijk graag zien dat het er wel was. Dat moet er eigenlijk nog wel komen, vindt u? Dat vind ik wel, ja. Even, u heeft het net over het spoor gehad. De treinen razen hier dag en nacht haast voorbij. Is dat dan goed hoorbaar in dit gedeelte? Daar merk je niks van. Helemaal niks. Alleen s'avonds een keer een nachttrein of zo. Die hoor je denderen. En ik merk het aan de glazen of de bloempot die voor het raam hangt. Die tikt tegen het raam, maar verder merk ik het niet. Ik hoor het ook niet. U bent best gelukkig hier. Ja, of prima. Ik zou je niet weg willen. Meneer Bos, we hebben het nu gehad over de woningbouw, over de laagbouw. Wordt er nog iets groots gebouwd in Apeldoorn de aankomende jaren of misschien dit jaar al? Misschien wel. Ik heb in mijn portefeuille ook de ontwikkeling van de gedachte om te komen tot een nieuw stadskantoor in Apeldoorn.
daar zijn we ver mee gevorderd. Hoop in het eerste kwartaal van 1987 de Raad een nota voor te leggen om tot definitieve beslissingen te komen. En dat wordt een heel groot gebouw. U moet daarbij toch denken aan een oppervlakte zoals Centraal Beheer. Daar moeten we een goede plek voor vinden. We zijn aan het kijken in Apeldoorn, want het heeft nogal wat uitstralende effecten als je zo'n groot gebouw neerzet. Ik hoop dat we daar binnen 2 maanden uitkomen. Nou weet ik dat de heer Bos ooit eens een keer een uitspraak gedaan heeft, of het idee geopperd heeft om dat op het oude terrein van de ECRO te doen. U bent er zelf ook wel een voorstander van om op het oude terrein, of tenminste op het bestaande terrein van de politie, daar een nieuw stadskantoor neer te zetten. Bent u van gedachten veranderd? Blijft dat het politiebureau en wordt het niet de ECRO? Het ziet er niet naar uit dat het op het voormalig terrein van de ECRO zal komen. Ik denk toch dat dat te ver buiten het centrum is. De bereikbaarheid is daar ook niet ideaal van. Het politiebureau, wat op zichzelf een hele goede locatie is, blijkt, en wat ik daarnet over gezegd heb, als je kijkt naar de grootte ook, te weinig oppervlakte te hebben om het daar in een redelijke maat te doen. Dat wil dus zeggen dat je daar niet 10 of 12 verdiepingen op elkaar moet stapelen. Wat blijft er dan nog over in Apeldoorn? Er zijn nog een paar plekken die overblijven, maar daar kan ik helaas op dit moment nog niks over zeggen. Nou, doe dus een klein voorzetje. Het zal in ieder geval grenzend aan het winkelgebied komen. We blijven dus nog even in het ongewisse. Je hebt een fiets, je bent er zuinig op. Maar op een slechte dag is hij weg, gestolen. Dat gebeurt vaak, heel erg vaak zelfs. Maar de Apeldoornse politie kan deze gedupeerde nu aan een andere fiets helpen. En dat is compleet nieuw. Als je fiets gestolen is, heb je een kleine kans dat je hem terugvindt. Elke dinsdagavond is het van 5 uur tot 8:45 kijkavond in de kelder van het politiebureau. Hier worden de gestolen fietsen die de politie terugvindt opgeslagen. Als je fiets erbij staat, is de zaak opgelost. De kaart met de gegevens van de gestolen fiets kan uit de kaartenbak. Meneer Dijkmaal, u bent de rechercheur van de gemeentepolitie Apeldoorn. Als we even terugkomen op die fietsen, hoeveel fietsen worden er nou per jaar gestolen? Waar officieel aangifte gedaan wordt, dat is ongeveer 2.500. Maar er zijn er veel meer. Maar een heleboel mensen doen helemaal geen aangifte ervan. En dat blijkt ook wel wat we hier overhouden aan fietsen natuurlijk, het afgelopen jaar. Hoe zou het nou komen dat mensen geen aangifte doen? Ach, de meeste mensen die denk ik gewoon, nou, fiets kwijt krijg ik toch niet weer terug. Dus dat doen ze niet. En hoeveel fietsen heb ik hier niet met postcodes en zo, dan moet je erachteraan bellen. En dan, ik heb geen aangifte gedaan, ik kom toch niet weer terug, maar je staat hier wel. Hoeveel fietsen haalt u nu per jaar op in Apeldoorn? Ik heb dit jaar dik 1.000 opgehaald. Waarvan ongeveer de helft weer teruggaat naar de eigenaar. De overblijvende fietsen, en dat waren er honderden, werden na verloop van tijd verkocht aan handelaren. Dit, en dat is belangrijk voor mensen van wie de fiets gestolen is, of nog wordt, is op 1 januari veranderd. Als uw fiets gestolen is, en u hebt dit bij de politie aangemeld, kunt u nu een andere terugkopen. Alleen aan mensen die dus in 86 aangifte hebben gedaan, hier bij de politie in Apeldoorn, die kunnen dus een fiets kopen tegen een x-bedrag. Gisteren werd de eerste fietsveiling gehouden. Wij gingen even kijken. Het is gewoon zo dat iedere fiets die hier staat, daar is voor een kenner is er het een of ander mankement aan. En ik heb soms een beetje de indruk dat de kwaliteit van de fietsen die ik zag toen mijn fiets gestolen werd, ik ben er regelmatig geweest, dat die toch een beetje hoger lag. Maar ik kan me natuurlijk vergissen. Ik denk dat de prijzen variëren van een tientje tot 200 gulden. Er staan wel aardige fietsen bij, maar dan denk je van, nou kom je kijken of de fiets gevonden is. En er staan er prachtig mooie sportfietsen en weet ik veel wat bij, maar die staan hier niet. Ik heb een viertal favoriete nummers. En eens kijken wat men daarop biedt. Hoe doen wij dat met onze fietsenverkoop? Elke fiets die komt hier te staan, die zet ik voor een bepaalde prijs in. En dan ga ik naar beneden toe. Diegene denkt, nou die fiets is met 50 gulden waard en ik ben met 50 gulden. Moet u hardop roepen, mijn. Anders niet. Niet van ja of ik, mijn. 15 gulden. Ja. Wat ja? Mijn. Wat ja, meneer. Goedemorgen.
Wat geef je ervoor? Tientje. Voor een tientje mag je hem hebben. Dat is goed. Nou, kom op. Kun je thuis de groen wissen? Op de eerste zaterdag in maart kunt u de volgende verkoop verwachten. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van de derde uitzending van Een Half Uurtje Apeldoorn. Aan deze drie experimentele uitzendingen werkte in totaal 23 man mee. En samen waren zij ongeveer 2000 uur in touw. Omroep Apeldoorn, de gemeente en de bedrijfstelevisie van Centraal Beheer gaan de komende weken om de tafel zitten om te kijken of het programma kan blijven voortbestaan. Wij hopen met z'n allen dat dat lukt. Zometeen kunt u weer telefonisch reageren via Radio Apeldoorn, de bekende telefoonnummers 21 66 66 en 21 47 88. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot ziens. ¶¶